Wanneer switchen je van stoepkrijt naar spuitbussen? Oh, heel snel. Want dat was de tijd dat bij de HEMA onder andere had je van die kleine rode spuitbusjes waarmee dames hun mooie laklaarzen zeg maar rood bijwerkten. Hadden ze toen al diefstalpoortjes? Nee, zeker niet. Nee, en kleinere vel-dingetjes van bouwbakketten, weet je. Die had je op een gegeven moment, die had je staan thuis, want je maakt vliegtuigjes. Nou ja, je maakt vliegtuigjes, En die kon je ook voor andere dingen gebruiken. Dus zo ging je al snel, maak je de stap. Ging je ook op zoektocht in je familie schuur naar oude autorestjes en zo? Van alles, weet je. Kijk, wat dat is betreft is het ten opzichte van nu. Toen moest je echt inderdaad op zoek naar je spullen, naar je materiaal om te doen waar jij... wat je wilde doen.